De gemeenteraad van Leiden heeft bezwaren tegen de nieuwe kraakwet die vanaf 1 oktober landelijk wordt ingevoerd. Die wet maakt het mogelijk om kraakpanden te ontruimen. Daarbij wordt kraken voortaan gezien als een strafbaar feit. Leiden vindt dat deze wet niet nodig is. Eind vorig jaar werd wel het krakersbolwerk aan de Koppenhinksteeg nog ontruimd. Bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk, Bleiswijk en Rijnsburg wil haar medewerkers voortaan de spits laten mijden. Het personeel krijgt een gratis busabonnement. Flora Holland wil ook werknemers meer vanuit huis laten werken, bijvoorbeeld door videovergaderingen te houden. De veiling hoopt zo bij te dragen aan het terugdringen van de verkeersdrukte. Wesley Klein heeft een Buma NL Award in de wacht gesleept. De Leidse zanger is bekend van het televisieprogramma Popstars en hij kreeg de muziekprijs in de categorie Grootste Talent. Klein bleef onder meer Songfestival zangeres Sineke voor. Ook kreeg de Leidenaar een gouden plaat voor zijn single You Raise Me Up. De 35-jarige Oegandese wielercoach Yusufu Mamzira is op bezoek bij de Haagse wielervereniging HSK Trias. Hij is in Nederland om fietservaring op te doen voor zijn wielercarrière. In Oeganda staat wielrennen namelijk nog in de kinderschoenen. De stichting Kampala Cycling Nederland ondersteunt de coach en de wielersport in Oeganda.